Hi Waterman, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 17. En het is van maandag 24 april tot en met zondag 30 april. Dus de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Waterman alsof je deze week misschien een beetje anders in het leven staat dan normaal gesproken. Normaal lijkt de Waterman toch wel wat gematigder te zijn. Deze week lijkt je best wel wat heftig neer te kunnen zetten. En ik heb het idee dat mensen daar ook even naar kijken van wat is er nou ineens met jou aan de hand? Waarom doe je dat zo? Of wat gebeurt er nu eigenlijk? En ik heb het idee dat je dan voor jezelf toch eigenlijk wel heel snel met liefde kan gaan kijken van oh ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling of het komt daarvan. Of het is gewoon echt een situatie die je even heel erg geraakt hebt en dat je daarom heel fel bent. Want ik heb het idee dat het eigenlijk even een felle opleving is, maar dat er daarna eigenlijk wel weer heel veel liefde en warmte komt. En toch ligt er daarna ook weer een stuk met je hoofddenken. Je lijkt dus deze week best wel wat wispelturig in je gevoel te staan. En dat kan er precies voor betekenen dat mensen niet helemaal weten wat ze aan je hebben. En ik denk dat dat een stuk is wat mensen normaal gesproken wat beter bij jou kunnen inschatten. Dus er even aan moeten wennen. Maar het is ook voor jezelf even een stuk dat je misschien niet helemaal weet waar je staat of waar je naartoe gaat, maar je lijkt wel heel duidelijk die stukjes ook echt naast elkaar te hebben. Hè? Je lijkt het niet in evenwicht te hebben, je kunt echt ineens dat klepje dicht doen en van heel zacht naar best wel pittig gaan. En daar zit even deze week niet heel veel gelijkmatigheid in. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden en ik wens je sowieso een super fijne week.